vandaag is 27 april. We zijn vanochtend om 17:15 vertrokken uit Den Haag. En nu onderweg naar Leeuwarden om actie te gaan voeren bij het PvdA-congres. Nou, de PvdA die is nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus ja, daarom is het heel belangrijk om de PvdA onder druk te zetten om toch tot een oplossing te komen. Nou, we hebben een brief geschreven aan de PvdA-leden en bestuurders. Die gaan we uitdelen bij de ingang. Die staat een beetje in wat de problematiek is van de vluchteling. En ja, verder zullen we eigenlijk een soort symbolische actie doen om te laten zien in wat voor situatie deze mensen zitten. Dat betekent dat we onze slaapzakken naast de ingang zullen liggen. Want ja, deze mensen staan letterlijk op straat. Ze zijn in de kou gezet door de Nederlandse staat. En daar moet zo snel mogelijk een oplossing voor komen. Dus zo zou de actie een beetje uitvallen. We're here, everybody ready? Here we are. Here we are. Here's for the people. Vanaf 2011. Ja, maar het is een woord voor. Ik snap het, dat je rustig schetje wil ook. Maar deze mensen die staan ondertussen. Maar er zijn heel veel mensen. Ja. Ja, maar je wil verder de discussie niet over aan? Niet de hele tijd. Niet de hele tijd? Wat gaan jullie doen op dat zullen we zien, zo meteen gaan de leden daarover praten. En dat is ook mijn verantwoordelijkheid als partij, dat zorgt dat het gebeurt. En overigens, jullie zeggen het al, heel veel mensen van jullie hebben al in hetzelfde gezeten. Er is nu een inreisverbod, ik weet niet wie van jullie allemaal een inreisverbod aan de broek heeft. Maar dat kan je nu ook krijgen als je illegaal bent, dan krijg je ook een boete. Ik ken mensen persoonlijk die hebben 18 maanden in vreemdelingenbewaring gezeten, daar heb ik nog steeds contact mee. Het is voor de stappenstelling, dus er moet echt iets veranderen. Dat is niet blijkbaar, dat ben ik graag voor me eens. Maar waarom hebben jullie als coalitie ingestemd met strafbaarstelling van illegaliteit dan? Je weet toch... Ik probeer een gesprek. Jij bent niet geïnteresseerd in gesprekken tussen mensen, maar jij wil gewoon iedere keer zo'n vraag. Waarom zeg je dat? Je geeft totaal geen antwoord op mijn vraag. Vind je het te kritisch of wat ik zeg? Of? Nee, maar ik beantwoord de vraag. Het is toch belachelijk dat jullie vluchtelingen zo in de hoek zetten? Ik zeg geen vluchtelingen in de groep. Als iemand dat niet heeft gedaan, nooit niet. Niet als wethouder zelf. Ik was de eerste in Nederland die een officiële noodopvang had. En waarom werk je dan nu mee aan zo'n repressieve maatregel? Nee, 3900 euro boete. Maar waarom werken jullie dan mee aan deze maatregel? We zullen het zien. Nee, maar jullie hebben ingestemd met deze coalitie. En dat was een voorwaarde, was die strafbaarstelling. Het is vrij gruwelijk, want dat inreisverbod zorgt ervoor dat het uiteindelijk strafbaar is, dat het een misdrijf is, dat het ook nog eens een
voorkomen dat hulpverleners straf kunnen krijgen. Dat vind ik heel erg fout. En waarom werkt de PvdA dan nog aan nog meer repressieve maatregelen? Waarom moet het dan ook nog eens strafbaar worden gesteld? Zo worden vluchtelingen in de hoek gezet. Zullen ze niet naar instanties gaan om hulp te vragen, bijvoorbeeld? Je kan ook voor vredelingbewaring, wat echt een gruwel is voor mensen, heel groot is, wat al heel lang het probleem is, kan je verbeteren. €3.900 of vervangende celstraf. Hoe lang is dat detentie? Jij antwoordt niet mijn ding. Het is ook nog binnen. Jammer, Hans.